ben Tim Durink, ik ben muziekinstrumentenbouwer. Ik maak strijkinstrumenten, viool, alt, viool, cello, uit nieuw materiaal. En ik ben ook onderzoeker aan Kasken Conservatorium in Gent. Ik ben Bram de Man. Ik ben contrabasbouwer, restaurator en afsteller. Mijn atelier bevindt zich in Brussel, maar ik ben docent aan het Conservatorium van Gent. Het instrument is echt een samenwerking tussen ons twee. In de zin van, ik ben al lang bezig met nieuwe materialen, met composietmaterialen. En recenter ook met vlas. En ik kreeg al vaak wel interesse van contrabasspelers. Van, kun je ook contrabas maken zo? Maar dat kon ik niet, want ik ben geen contrabasbouwer. En vandaar eigenlijk de samenwerking met Bram, die mijn onderzoek ook al een tijdje volgde, van op een afstand, en dat ook zag zitten, om daar eigenlijk samen in te duiken. En dus zo samen tot een instrument te komen met onze beide expertises te overlappen. Ja, vlas is een materiaal dat door Tim heel uitvoerig onderzocht is. En ja, als contrabasbouwer ligt daar mijn expertise. Tim maakte al instrumenten van het kwartet, dus viool, alt, viool, cello. Maar een bas staat daar buiten. Dus eigenlijk als je de gangbare strijkinstrumenten wil bouwen, dan was er nog een lacune bij de contrabas. En zeker, vlas is een lokaal en ecologisch materiaal. Dat is echt van hier. Hè. De streek rond Kortrijk is er beroemd voor, maar ook hier in Gent, de vlasmarkt. Hè. Komt van ergens natuurlijk. En dat is ook zeer leuk om dan met een lokaal ecologisch materiaal te proberen een duurzaam instrument te maken. Dat is eigenlijk onze uitdaging. Maar ook qua klank, om naar een unieke, mooi klinkende contrabas toe te werken. Dit materiaal waar wij mee werken, heeft als voordeel op hout dat het eigenlijk sterker is en duurzamer is in de zin van vochtigheid en temperatuursverschillen. Houtinstrumenten zijn fantastisch, maar ook wel zeer kwetsbaar. En dus dit instrument is eigenlijk, bouwen wij eigenlijk ook met dat idee dat je daar gemakkelijker mee kunt een buitenoptreden doen, op tour gaan en je minder zorgen moet maken over schade aan uw instrument. Een muziekinstrument, een normaal houten muziekinstrument, gaat altijd reageren op die schommelingen in luchtvochtigheid. Maar met die composietmaterialen ga je er eigenlijk van loskoppelen. En dat staat u toe om bijvoorbeeld in zeer vochtige klimaten, ik denk aan Zuid-Amerika-regionen, waar die instrumenten anders voortdurend openspringen en barsten trekken, dat je daarmee zonder zorgen en met beperkt onderhoud kan spelen, kan vertrouwen op je instrument. Als je de conversie maakt van een houten instrument met 300 jaar geschiedenis en ervaring en traditie, naar een nieuw instrument als dit, dan zit je met hypotheses, analyses, prototyping en daaruit ontwikkel je. Dus eigenlijk, we baseren ons op traditie, kan niet anders. Maar we worden geconfronteerd met andere flexibiliteit, andere densiteit, die op akoestisch vlak zijn inwerking hebben. We willen daar niet zozeer tegenin gaan, het instrument moet functioneren, hè. Ja. Dat sowieso. Maar we willen daarmee kunnen werken. Ja. En dat vraagt tijd. Ja. Het is een evenwicht langs de ene kant van die 300 jaar kennis uit die traditie, die vertalen naar die nieuwe materialen. En dat is langs de ene kant berekeningen die we doen. Maar dan kom je inderdaad in een fase dat je moet maken en testen. Ja. En dus die vertaalslag is een proberen, hè. Is ook een trial and error. Ja. Om dat echt goed te krijgen. Ja. De baswereld is een super open wereld. Waarmee ik bedoel, de contrabas is nooit gestandardiseerd geweest. Dus binnen de houten instrumenten zit er al zeer veel variatie. Het is niet de bedoeling om met dergelijke instrumenten al die houten instrumenten te vervangen. Ja. Verre van. Ja. Maar het is een aanvulling of een uitbreiding van het spectrum. Ja. Dus wij merken nu van de muzikanten, heel veel interesse, positieve reacties, omdat het gewoon iets nieuws is. En binnen de baswereld kan dat ook. Het is een zeer uniek project in de zin van instrumenten uit vlas, strijkinstrumenten. Ja. Zijn wij eigenlijk de enige ter wereld momenteel die dat maken. Dit is de allereerste contrabas uit vlas ooit gemaakt. Het is een zeer, zeer kleine niche, maar waar wij wel in geloven dat het een zeer grote toekomst heeft.